Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video en ook een nieuwe serie gelijk. Het is vandaag zondag 14 juli 2019, kwart over 7 s'avonds. En we gaan beginnen met de game Alien Isolation. Dat is zo kut. Wat zullen we doen? The greatest chance of survival. For the greatest chance of survival, still a challenge, but one you may survive. The recommended way to experience the game, challenging and terrifying. The ultimate test of survival. Zal ik hem Nightmare doen? Volgens mij had ik hem al Nightmare gedaan, maar ik weet niet zeker. Ik moet heel even kijken of Nightmare niet betekent dat je gelijk doodgaat, want dan moet ik even niet hebben, dus ben zo terug, I guess. Tieten, kutzooi. Dat wil ik niet doen. Kom op. Naar mijn mode. Oké, mensen, ik ben terug en we gaan voor hard. We gaan voor hard. Ik moet brightness even iets beter doen, maar we gaan sowieso voor hard. Want ik heb net gekeken, nightmares in hell. Je gaat niet gelijk restarten als je doodgaat. Wat ik eerst dacht, maar het is echt verschrikkelijk. Van wat ik hoor, mensen zitten vast. Dingen die vallen je gelijk aan, niks dropt meer, je trackers niet reliable, echt. Je gaat het zien als we later in de game kopen en komen en dan allemaal dingen gaan tegenkomen. Zal ik uitleggen wat het verschil is met Nightmare Mode. Misschien ga ik Nightmare Mode nog een keer speedrun, dat ik er gewoon heel veel dingen uitknip. Dat weet ik nog niet, dat zou ik kunnen doen. Er is ook een achievement dat je 0 keer moet, gedood moet worden door de alien. Dat kan ik ook in principe wel doen. Final dit is the commercial starship Nostromo. De derde keer dat ik deze game speel. Yep. Eén keer op normal, vorige keer op hard en nu ga ik weer op hard. Maar nog niet op nightmare, echt waar. Kane. Lambert. We gaan verder. Een nieuwe horror serie, mensen. Ik heb de Alien movies niet gezien, though. Die wil ik nog wel zien. Die wil ik wel zien. En Captain Dallas. Kun je even doorpraten of zo? Deze serie gaat wel veel afleveringen bevatten, dus dat vind ik wel interessant, leuk. Cargo and ship ik zocht destroyed. Even een horror game, omdat Amnesia I should reach the frontier in about 6 weeks. Ik kon niet echt iets vinden. With a little luck,
The network will pick me up. Ik wou Layers of Fear, maar dat €20 en die game duurt me echt 2 uur. Nee, toen dacht ik ook van nee. Last survivor of Nostromo. Ja, deze game is dus van de films, van de Aliens films. Het was mijn eerste film, Aliens of Alien, ik weet niet. Alien Isolation. In ieder geval, deze game vind ik fucking episch, fucking gruwelijk, fucking eng ook. Niet echt time jumpscares, maar het is gewoon echt gewoon eng. Ik ben in mijn vorige playthrough wel een paar keer geschrokken. En mijn vorige playthrough was maar 6 maanden geleden ongeveer, in januari, toen ik de game Ripley. Horde Mode uitspeelde. Dus voor de tweede keer. En mijn eerste keer was echt wat een jaar I'm geleden. Samuels. Meer zo. I work for the company. Oké, hun ontmoeten nu pas. It's Ripley. About your mother. We think we may have found her, Amanda. Bro, fuck deze Amanda Ripley, man. Ze is een fucking badass, man. Holy shit. A commercial vessel, the Anisadora. Ze is echt een bitch. Has recovered what we believe to be gewoon the flight ja, hallo. Recording nice to meet you. Oké, ik ga gewoon verder met mijn werk. Where? In your pass. Morgen ga ik beginnen bij het werk van Van Dijk. We don't know. En dat duurt 8 uur per werkdag, dus maandag tot vrijdag. Ik ga het voor 5 weken doen en 6 weken vakantie. 8 uur per dag, dus €4 per uur. En ja. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent free port. I know what it is. Okay. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. Ik ben even stil voor de monologue, sorry mensen. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley. When this job came across my desk, I read the case history. Ja, oeh. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrens if you want to come along. Oh, God. Maybe there'll be some closure for you. Oh, God. Dit is verschrikkelijk. We gaan. We gaan knallen. Oh, nu gaan we first person? Oké, we beginnen de gameplay, boys. We beginnen de gameplay. Ik zat dus te zoeken naar. Oeh. Oké, dan. Ondergoed. Lekker weer. Please sign in. Sign in. YOLO, boys. Oké, mensen, we zijn terug. We zijn signed in. En de sensitivity voelt wel een beetje om te janken, hoor. Holy bitches, bitch. Kan ik even de sensitivity aanpassen of zo? Ik moet even in mijn controls, mensen. De sensitivity voelt zo raar. Raar. Film grain. Laat me even. Oké. Aim assist, nee. Difficulty kun je niet, ja. Als je op Nightmare hebt, dan kun je niet meer terug switchen. Dus gelukkig deed ik hem op hard, want anders zat ik waarschijnlijk vast in deze game. Echt waar, dan ga ik eerlijk met jullie zijn. They will warn you if enemies are nearby. Ja, dat klopt, alleen ja. Zijn er nu enemies of zijn er gewoon wat creepy dudes? Ja. Doe het hoor. Oh, search. Ja, we moeten wel even pakken hoor. Hoe rennen we ook weer? Want ik word hier echt gek van. Hoe rennen we? Oké, verdomme mensen. Hier word ik een klein beetje niet leuk van. Controller scheme. Ja, sprint. L3. Ik kan gewoon niet sprinten. Ik kan nog gewoon niet sprinten. Dat is echt heel erg vervelend, want ja, dat is echt fucking vervelend. Ook vervelend is dat ik fucking niet weet waar ik heen moet en dat ik dus verkeerd loop.
Oh mensen, ik haat mijn leven. Ik haat mijn leven, sorry. In deze game ga ik wel veel vastzitten. Ook heb ik hem al 2 keer uitgespeeld. Oh ja, ik weet wat ik de vorige keer had gedaan waardoor het zo lastig werd. Of lastiger. Ik had ik had de achievement gedaan dat je geen mensen moest killen. Die achievement heeft iets van 2% van de mensen gehaald. Of zo 4%, ik weet niet. Redelijk weinig procent. Het is een golden trophy voor PlayStation 4. En ja, dat had ik dus gehaald vorige keer. Dus daarom was het een klein beetje lastig. Want die mensen zijn echt fucking irritant in deze game. Echt waar. Gewoon, je zit gewoon te kruipen, je doet niks en ze schieten je al helemaal naar de tyfus. Echt waar, fucking hinderlijk. We gaan verder. Vandaag had ik ook een verjaardagsfeestje. Dus ja, dat was wel lekker, lekker vreten. Dat was wel gezellig, beetje gebasketbald, gevoetbald. Samuel, was wel leuk. Did you wake up early? Did you? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. Oh. I was just inspecting. Waarom ben je robot of zo? Hebben we dit nodig? Waarom doen we dit? It's a very similar model to the Nostromo. Yeah. Nostromo. Het gaat een tijdje duren voordat we echt bij het horror ding komen. Deze game is wel een beetje horror. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Waarschijnlijk. I'll go check on her. Ah, speak to Sam. Trailertje. Ja, we gaan lekker. We gaan lekker, boys. Ik vind het nog steeds heel vervelend dat ik niet kan sprinten. Daar kan ik me echt aan ergeren, boys. Kan ik hier move? Oh. Wat loop ik wel goed? Ja, ik loop wel goed. Dit systeem werkt ook zo raar, ik zweer. Ik ben nu, currently, ben ik Poltergeist aan het kijken voor horror game. Horror game? Hey, hou even je bek tegen jij, vieze bitch. Sorry. Oh. I feel like death. Arme Taylor. Taylor of trailer? Ik weet het niet. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. Hmm. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. Realize your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. Is we'll it okay? We both get what we want, right? Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. All personnel to the bridge. Approaching Sevastopol Station. Oh! Looks like we're up. Oh, ja, daar gaan we. Ik ben een beetje stil. Taylor, je hebt wel een fucking lelijk outfit aan. Maar hey, dat moet in space. We zijn in space, mensen. We zijn de space. Oh, we hebben een klein stipje. Echt een heel klein stipje. Fuckabilly. Hallo. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Go to the bridge for the meeting. En dit is echt fucking irritant. Ja. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. Ooh. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. What the fuck said is this? Approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your accent. Contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Ja, maar morgen begin ik dus bij Van Dijk te werken. Ik hoop dat ik op een goede afdeling word ingedeeld. Connor, how are we doing? Dus ja, dan moet ik weer om 4 uur opstaan of zo. En 8 uur werken. Dus dat wordt leuk. Nee. You can watch the approach on the monitors. Collect your briefing documents. Waarom? Ah, ik moet ook alles doen hier. Waar is dat? Waar zijn mijn briefing documents? Oh, die waren hier. Of niet? Ja, ja, we hebben... En we doen nu een filmpje. We doen nu een filmpje aan. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Oh! Mooie graphics al. Is that damage? It looks like damage. Punch up 74. Tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that.
Nou, kan wel. This is a commercial vessel, Torrens out of St. Clair. Ja, wat denk je dat er gebeurt? MSV-7760 calling Sebastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Whaling. Oh, die... Kan ik die subtitles groter maken? Want dit is echt verschrikkelijk klein. Hello, Marshal? Holy shit, oké, die guy is rip. This is the Torrens, say again. The station's comms seem pretty screwed up, so our Oh, wij gaan nu met z'n drieën. Wij zijn het trio, de drie amigos. I can only keep the Torrens drie musketeers? 24 hours. Drie bitches? You'll have heard from us by then. Nou. Safe trip. Safe trip. Ja, dat gaat surely veilig. Echt, die suits zijn echt wel geweldig. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option. And it's perfectly safe if you do what I tell you. Nou. Ja, dat gaat zo zijn. Taylor wordt helemaal loetsoe. Oké, rustig Taylor. Hou nu je fucking bek dicht. Dit ziet echt fucking kut uit, man. Depressurizer. Depressurizer. Hating this. Just waarom? Show me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Affirmative. Ah, je bent toch geen robot, man, bitch? Oké, gaan we loesoe of gaan we loesoe? Kijk dan, deze game ziet er zo fucking mooi uit voor een space. Maar ik denk dat ik dus Layer of Fears ga ik spelen. En Among the Sleep wil ik ook spelen. Voor horror games dan. Oh my god. You're doing good, oh! Holy shit. Oh, zij wordt helemaal loesoe. Alles gaat naar de tyfus. Oh, bitches. Ja, in de ruimte wil je niet verloren zijn. Dat weet ik wel. Au. Oké. Okay. Taylor, respond, anybody. Tenminste, ben je niet in de ruimte gevlogen. Dat is echt een kutdood, man. Ik weet niet eens wat ik dan zou doen. Misschien mijn zoet uitdoen, want dan ga je echt gelijk dood. Ik weet niet of het een instant death is. Maar ik hoop het wel, want anders in de zoet verhonger je dan. Of zo, ik weet niet. Misschien raakt het ding uit of zo. Dit is ook wel grappig. Hoppa, je flikkert neer. Hoppa, op je muil, ha. Op je muil. Op je muil, bitches. Ik ben een beetje bang. Ik ben een beetje bang. Ik ga sowieso Nightmare doen. Ik wil het eigenlijk wel doen. Maar nee, dan zou ik echt te lang bezig zijn. Oh, we spelen. Oh god, er gaat volgens mij iemand naar boven komen. En ik weet niet of ik daarvoor bereid ben. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet, dus ik moet even knippen waarschijnlijk. Oh, oké. Okay. We zijn er. Kunnen we sprinten? Ja, we kunnen sprinten. Oké. Ja, ja, ja. They will warn you if enemies are nearby. Save. Ja, ik zeg toch override. Waarom zou je het niet override? Je bent toch niet helemaal loose, man? Waarom save je dan überhaupt? Oké, laat maar dan. Oké, ik moet de sensitivity is wel echt kut. Tjaga. Even 7. Kijk dan, ik bedoel, dit ziet er creepy uit. Dit is niet een leuke omgeving. Shit. Dit is niet een leuke omgeving. We gaan hier in, I guess.
We gaan lekker krapen door de vent. Ripley die sterft bijna, maar volgens mij ontmoeten we zo'n leuke meneer. Een leuke meneer, gezellig voor jou en mij. We ontmoeten ze allemaal. We gaan knallen. Holy bitch. Dit is toch niet veilig, boys. Dit is toch helemaal niet veilig. We gaan op de terminal kijken. Sylvester Lang. Kijk hoe dit eruit ziet dan. So boys and girls, from the introduction by now and again, it's being decolonized. As you point out, it does not mean lucky dip. Ik heb geen idee wat de fuck je lult. Ik stress al een beetje low-key voor bij Van Dijkwerk. Echt shit. 18 verdachten. Geen grapje. Holy bitch, Ripley. Weet je, het is geen joke. En weet je, ik moet ook echt 4 uur 's ochtends of zo opstaan. Dat is echt niet fijn. Dat is niet echt fijn, mensen. Nu verlies wel helft. Hey, niet zo vloeken. Oh, hier kan ik niet heen. Oh jee, we moeten met zo crouchen. Ja, sorry, daar ben ik niet aan gewend, mensen. We gaan hier door de special entrance. En we kunnen ook niet springen in deze game. Ja, dat klopt ook. We kunnen niet springen. Dat is, ja, naar. Moeten we hierheen? Ik denk het. Holy shit, dat is bright, ja. Ik zou zeggen, ik zie het licht, maar ik zie het licht echt. Want holy tyfus, dat pijn aan mijn ogen. Kan ik dit... Oh, fuck jou. Ik ga vanaf het kapotte kruis op... Hallo? Anyone here? Ja, als je het zo zacht zegt, dan nee. Vind je logisch dat er niemand antwoordt? Als je het zo fucking zacht zegt. Hallo? Anyone here? Is anything here work? I don't know, that's it. Check it. Je weet wel hoe je dit moet gebruiken. Lekker pressure hoor. Kan je dit echt niet sneller doen, bitch? Oh, kilojoule volt. Dat zijn flinke schokken. Dat zijn flinke schokken. Moet ik hier iets doen? Volgens mij moet ik hier iets doen. Moet ik hier iets doen? 0340. Oké. Okay. Move our stash. Wat is... Oh, hier. Deze moeten we hebben. Restore power. 0340. Ik weet niet waar we dat moeten invoeren, maar ergens moeten we 0340. Waar is die code eigenlijk? Hé? Hey, what the fuck do you? Boys! Boys, are you for real? Zag ze dan, de vieze hoeren. Laat mij lekker alleen, hè? What the fuck, waarom riepen we niet? Waarom schreeuwden we niet of zo? Van, hey, fucker boys. 0340, moet ik even onthouden. Ik weet niet waarvoor... Oh, ja, dat zag ik aankomen. Ik zag het aankomen, maar ik was niet prepared. We lopen nu lekker op dit schip. What the hell happened here? Geen idee, maar het zijn wel leuke voedselkraampjes. Waar de fuck zijn we, man? Zoals ik weet het niet. Lijkt het niet te weten, omdat het echte ruimteschip heeft zoveel dingen die op elkaar lijken. Ik word echt gek van. Kun je niet sprinten of zo? Holy bitches. Die moeten we hebben. Even schreeuwen. Schreeuwen. I'm here. I'm right here. Verlaine. Fucking bitches, Verlaine. Altijd weer die Verlaine. Je denkt dat je eraf bent, maar Verlaine... Damn it. Oh shit, hey. Niet doe even normaal. Ik ga even een safe station vinden en dan ga ik de aflevering hier beëindigen. De eerste aflevering van deze horror serie. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar het gaat flink naar de tyfus, dat weet ik wel. We moeten dit restoren. Dit is met power en zo. Ik weet niet wat we hier precies restoren, maar... We kunnen dan ergens in, I think. Ik wou ook ergens over praten, maar... Nee. Ik zie morgen hoe het gaat. Ik weet niet, waarschijnlijk komen er dan maar 1 video's online. Maar jullie horen morgen wel over mijn experience van... Fuck, oh hier.
Oh, echt, het licht is zo fucking bright. We gaan hem saven en dan gaan we hem beëindigen. Dan gaan we de video beëindigen. Als die guy zijn back kan houden, zou het fijn zijn. Quit to main menu. Yes. Crafted devices can damage, disable or distract enemies. Nou, ik kan dat ook met mijn blote handen. Nee, dat kan ik eigenlijk niet. Use combination. Oké, I don't fucking care. Hou gewoon je back dicht, oké. Echt waar. Hou je back maar dicht hoor, want je bent fucking irritant. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je hem leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneren kan altijd, commentaar laten kan altijd. En dat was de eerste video van deze nieuwe serie, Alien Isolation. Wordt een redelijk lange serie als het goed is. Die planeet ziet er fucking geil uit, echt holy bitches. Wordt een redelijk lange serie, maar het is het waard. Het is echt een leuke game. Ik heb het al 2 keer helemaal uitgespeeld. Dit wordt dus mijn 3e keer. 1 keer op normal, 1 keer op hard en nu weer op hard. Ik ga misschien ook nog een nightmare mode doen later, maar dat is allemaal voor in de toekomst. Vandaag had ik verjaardagsfeestje, een beetje gevoetbald, een beetje gebasketbald met neven gechilled. Lekker leuk, lekker. Morgen begin ik me om 30:30. Ik weet niet, volgens mij om 5:30 moet ik al bij het bushalte staan. Of eerder zelfs. In ieder geval fucking vroeg moet ik opstaan, dat weet ik wel. Ik weet nog niet hoe ik dat ga regelen. Het is een 8 uur dag, het is mijn eerste dag. Dus eerst half uurtje zo introductie zijn. Ik hoop dat ik een goede afdeling kom. Want vorig jaar deed ik ook al werk bij Van Dijk. Alleen toen kwam ik op dok of zo. Dat was fucking zware kasten tillen. Of tillen schuiven die ik niet kon schuiven omdat ik fucking weak ben. Dus ja, dat was wel kloot en het deed wel redelijk veel pijn. We hadden ook vrij heel vaak niks te doen. Dus dan verveelde ik mij echt de tyfus. Maar ik word wel flink betaald. Nou, 4 euro per uur minimum loon. Maar alsnog, 800 euro per uur als ik al mijn uren doe. Dat is niet verkeerd hoor. Dat is niet verkeerd. Dat is het enige wat ik te zeggen heb. Ik ga Poltergeist vanavond afkijken. Ik ga vanavond echt op 10 uur naar bed ofzo. Het moet wel met deze omstandigheden. Maar, mensen. Bedankt voor het kijken van deze video. We zijn nu dus gestrand op het... Astropool ofzo. Ik weet niet meer hoe dat ruimteschip is. Astropool. We komen van de Torrens. Daar waren we eerst. En nu zijn we dus gestrand op een ander ruimteschip. Ander deel van een ruimteschip. Dat dus helemaal onbewoond is. En we zijn onze 2 vriendjes kwijt. En we hebben geen communicatie. Dus dat wordt niet leuk de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken mensen. Later.